Hoi iedereen, ik heb vandaag weer een shoplog voor jullie. Dit keer niet alleen maar met nagellak, maar ook met nailart spulletjes en wat sieraden, wat ik van eBay heb gehaald en wat dingetjes van de Primark. Ik heb dat maar even hier al ingestopt. En ik ga jullie laten zien wat ik nieuw heb. Er zit ook een pakketje bij van papapa.nl. Daar had ik een kortingsbon voor gewonnen. En daar heb ik ook wat spulletjes voor uitgezocht, dus dat laat ik jullie gewoon allemaal in één filmpje zien vandaag. Veel plezier! Nou, ik ga beginnen met wat lakjes. Een aantal lakjes van Miss Sporty. Dit is een heel mooi groen lakje. Hij komt niet echt perfect over hier op de camera. Dit is nummer 346. En dan heb ik ook een leuk knaloranje lakje. Leuk voor het EK natuurlijk. EK voetbal dat eraan komt. Dan heb ik een soort zalmroze lakje. Is ook erg mooi. En hier een soort koraalkleurig lakje. Deze is ook erg mooi. Je moet trouwens bij dit merk goed kijken, want er zijn heel veel mensen die denken, oh, Miss Sporty is zo'n kinderachtig merk. Maar dat valt qua nagellak echt reuze mee, want ze hebben best wel fijne kleurtjes. En ook de kwastjes, die zijn bij sommige heel breed, maar bij sommige valt ook reuze mee. Ze hebben hier gewoon, deze is er gewoon kwastje. Dus ze hebben echt best wel leuke kleurtjes. En als laatste heb ik hier nog een glitterlakje. Met blauwe en zilveren glitters. En dit is nee, maar geen idee. Staat er niet op. Kan het even niet vinden. In ieder geval, deze lakjes kosten normaal gesproken 1,99 per stuk. Maar er was laatst een aanbieding bij de Dirk Stogist. Met 1 plus 1 gratis. Dus ik heb gewoon een paar lakjes gekocht om even te testen. En wat leuke nailarts mee te maken. Verder ben ik bij de Primark geweest en daar heb ik 3 leuke kettingjes gekocht. Dit is een kettingje met een beertje eraan. Deze is zilverkleurig. Je hebt hem trouwens ook een beetje in het goudachtig. Maar ik draag meer zilver, dus ik ben meer van de zilver. Dan kocht ik dit leuke kettingje. Met een hartje eraan. En een kettingje met een papegaai. Ik had al een paar papegaai oorbellen. Ook in het roze. En ik denk, oh, dat matcht wel leuk. Dan heb ik via eBay kocht ik ook nog een paar oorbellen. Ik was al een tijdje op zoek naar oorbelletjes met een gitaar. Nou, die zijn in de winkel gewoon nergens te vinden. Ik heb ze ooit een keer bij Lucardi gezien, maar toen niet gekocht en daarna nooit meer terug kunnen vinden. Dus nu heb ik andere dan via eBay. Deze waren geloof ik 1,10 euro of zoiets. Vond ik erg leuk. Ik kreeg ook nog een pakketje binnen van Born Pretty Store. Met deze twee dingen. Oh, ik zal even verder gaan. Dit zijn 6 bakjes met hexagons. Hier zit een verpakking nog omheen. En deze hoorden er ook bij. Het zijn er in totaal dus 12. Het zijn gewoon potjes met hexagons. Ik zal even eentje van dichtbij laten zien. Ik heb deze gisteren trouwens ook gebruikt. Dus hier is al wat uit. Maar ze zijn ontzettend leuk. En dit zijn dus 12 potjes. Dus je kunt binnenkort wat nailarts verwachten met de hexagons. Ik ga het nu een beetje door elkaar doen, want ik weet het niet meer. Dit is een setje met kwastjes die ik bij papapa.nl bestelde van kortingsbon. En het zijn kwastjes met een brede punt. Er zitten ook nailart kwastjes bij. Die bredere kwastjes kan ik gebruiken voor gel. Dus dat is dan wel makkelijk. En er zit ook zoals die. Heeft dan weer een wat smalle puntje, wat weer goed voor nailart is. Dan bestelde ik bij papapa.nl ook nog 2 paar oorbellen. Het zijn dezelfde, alleen dan in 2 kleuren. Een gele en een groenige.
Ze hebben een soort van, ja, flakies erin. Ze zijn wel apart. En leuk voor de zomer. Verder krijg ik nog wat zakjes. Dit krijg ik als leuk bedankje erbij. Dit zijn Fimo bloemetjes. Dan hier een bakje met roosjes. Ik heb deze roosjes trouwens ook in het geel, maar deze zijn een beetje lila paarsachtig. Erg leuk. Dan heb ik hier een beetje metallic roze roosjes. En hier holografisch gekleurde steentjes. Een beetje een blauw, paars, geel. Erg leuk. Deze steentjes, dit zijn van die studs. Zijn behoorlijk groot. Zijn goudkleurig. Komen ook bij Born Pretty Store vandaan. En die zaten bij de pakketjes met hexagons. Dus hier kunnen jullie zeker nog een review van verwachten binnenkort. Dan bestelde ik ook nagellijm bij Born Pretty Store. Want ja, dat gebruik ik gewoon overal voor rhinestones en dergelijke. En met gel nagels ook. En deze hier had ik 10 potjes van. Dus ik heb voorlopig weer echt een voorraad aan nagellijm. Hier heb ik trouwens nog een potje en er zitten ja, acrylvlindertjes in. Zwart met blauw. Deze komen ook bij papapa.nl vandaan. Oh, net als deze gekleurde beads. Dat is trouwens helemaal hip, dat caviar nails. Dus misschien dat ik het nog ga uitproberen. Speciaal ook voor die caviar nails trend bestelde ik bij eBay deze potjes met ja, beads. Ja, ik kwam ze tegen op een andere blog die ze besteld had. Dus ze waren geloof ik 1 euro. Dus ik denk, nou even uitproberen is leuk voor die caviar nails. Ook een leuk potje met verschillende kleuren rhinestones. Ja, een van die potjes is een beetje lam. Een van die dekseltjes. Ik heb even een plakbandje op geplakt. Maar ze hebben eigenlijk alle kleuren. En er zijn er 12 verschillende zitten erin. Ik geloof dat het in totaal zo'n 3000 rhinestones zijn. Ook heb ik nog pakketjes met nageltape. Ja, dat zijn 10 verschillende kleuren. Ook leuk voor op je nagels. Nou, deze dan heb ik verder ook nog een aparte kwast. Dit is ook voor gel. Nou, ik geloof dat ik er zo'n beetje ben. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. En willen jullie wat meer weten of een review? Ja. Ik vraag het gewoon even bij de comments en wie weet doe ik er wat mee. Van bepaalde producten komen sowieso, komt er nog een review voorbij. Sowieso van deze hexagons. En de studs. Daar heb ik al leuke ideetjes mee om nail art mee te maken. Dus blijf zeker kijken en tot de volgende keer.